De cursisten van het Korps Penitentiaire Ambtenaren hebben de HOPA, de Hogere Opleiding Penitentiaire Ambtenaren, succesvol afgerond. De diploma-uitreiking vond vandaag plaats. Bij de afronding van de HOPA-opleiding is een lang gekoesterde wens van het korps in vervulling gegaan. Het idee van dit project bestond al jaren, maar de opleiding startte pas in 2018. Voor velen, waaronder ook de bond bij het KPA en het coördinatieteam, is dit een mijlpaal. Van de geslaagden wordt verwacht dat zij nu in staat zijn om op academisch niveau leiding te geven aan het korps. Deze opleiding is een belangrijke stap naar de volledige verzelfstandiging van het KPA. De opleiding zal zo snel mogelijk door het ministerie van Justitie en Politie worden geëvalueerd. Minister Amoksi was ook aanwezig bij de diploma-uitreiking.